gasten van Ekkie Games, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Minecraft Dungeon Games hier op mijn kanaal Ekkie Games. We gaan lekker spelen met de Archer Kit. Omdat het toch wel een kit is wat mensen toch wel gevraagd aan mij hebben. Die wil een keer met de Archer Kit spelen, dus kijk eens, ik ga het lekker doen. Het is wel een chille kit, alleen als je geen wapen of body of iets vindt, dan ben je wel zwaarder lul. Maar ja, weet je, dat is toch een risicootje wat je neemt. Neem ik allemaal mee. En ik durf nu deze kant op. Ik ga proberen zoveel mogelijk chests te openen. Want dat is echt nodig met deze kit. Anders kan je echt gewoon helemaal niks. En dat is toch wel jammer. Want voor de rest is het gewoon echt een hele goede kit. Tenminste wat je er allemaal bij krijgt. Alles, dat is gewoon hartstikke OP. Alleen dat je geen wapen erbij krijgt. Ja, je hebt wel een boog met power 1. Maar ja, als je geen wapen hebt, ben je wel zwaar de lul. Hop, even snel die chest pakken. Nice. Ja, is keihard. Oh my god, no. Ja, oké, het was wel terecht. Maar ja, weet je. Ik heb hem echt gewoon keihard gekeist. Maar ja, weet je, dat kan ook gebeuren. We krijgen nu ons kit. En dit is eigenlijk wat je bij je kit krijgt. Een Diamond Helmet Protection 1. Leather leggings. En deze. Dus ja, dat is eigenlijk wat je bij deze kit krijgt. Maar ja, weet je, als je niks anders hebt. Bijvoorbeeld geen Stone Sword. Dan ben je wel zwaar de lul. Maar ik denk ook gelijk sharpness gaan halen, omdat het toch wel chill is. En ik heb gelijk eigenlijk ook iets aan jullie te vertellen. Oh my god. Oh, oh my god. Oké, ik heb gelukkig mijn wapen. Okay, hij is down, daar gaat het om. Er zit nu weer iemand achter me aan of niet? Gelukkig niet. Maar wat ik eigenlijk wou vertellen. Iemand zegt. Hi. Hey. Oké, wat ik graag wou vertellen, ik ga gewoon proberen om elke week een video te gaan uploaden. Nou, niet elke week, elke dag. Ja, je bent echt even niet bij. Ik ga elke dag om 7 uur, dus hou dat even in je agenda. Om 7 uur een video kunnen jullie van mij zien, dus hou dat lekker in je agenda. Ik ga even op hem reageren. Dus schrijf het lekker in je agenda. Ekkie's video komt altijd om 7 uur online, elke dag. Dus ja. Waar zit iemand? Waar de fuck is die? Nou ja, weet je, we durven rustig richting spawn toe. En ik ga gewoon kijken of ik hem ook nog een keer down kan halen. Wow, hij is OP, doe. Hij is freaking OP. Meneer, do you wanna fight? Do you wanna fight with... I wanna build a snail, man. Meneer, please. Oké, die is down. Nu moeten we echt maken dat we wegkomen. No, don't please, don't freaking care. Meneer, please. Oh my god. Oh my god, wat ben je aan het doen? Ja, ik weet het echt niet, mensen, maar ik ben echt aan het rennen voor mijn leven. Hij blijft achter me aanzitten. Dus ik denk toch straks, als ik een beetje meer HP heb, ga ik omdraaien. En dan ga ik hem proberen te killen. Dus dat is best wel smikkelen. Oké, dit moet wel lukken. Yep. Hij is down. Nu kunnen we die full iron aantrekken. Dat is toch wat chill. Heeft hij iron boots? Jazeker. En kijk, ons gear setje nu. We zijn weer gewoon echt full. Denk. Ja, dat is hartstikke chill. Zit hier iets op? Kunnen we nog even snel enchanten. Oh my god. Jacked up protection. Hij boot. Ik ben echt heel slecht met de boog. En ik heb Archer. Moet je nagaan. Hit. Oh my god. Je bent zo goed met de boog. I know red. I know richt. Ja, je bent echt. Hoop dat ik hem down kan halen. Oh my god, blokkit scheef. Dan ga ik ook blokkitten. Nee, als jij gaat blokkitten, ga ik ook blokkitten. En die is down. GG, we hebben het potje gewonnen met 5 kills. En een win. Hoeveel coins gaan we krijgen? 732 coins. En dan zie ik jullie bij potje nummer 2. Yo, gast van Ekkie Games. We zijn aangekomen in potje nummer 2. Hier op de map Kalm. En wij gaan natuurlijk kijken of wij hier weer een win kunnen pakken. Zoals potje nummer 1.
Het zou hartstikke lekker smikken zijn. Dus we gaan gewoon kijken of wij hier een winkel pakken. Is een goed wapen is het niet. Maar ja, we kunnen misschien mensen gaan spankillen. Je weet, spankskills. Spankillsclub. Ik jou killen dan. Er zitten ook mensen te spankillen. Jij hoort bij mij, meneer. Echt, we zijn gewoon één. Een en al spankill. En ik wil nu eigenlijk wel jou killen, want jij probeert mijn kill te stelen. Ja, ik zie het wel, meneertje. Meneertje, ik zie het wel. Meneer, kom terug, alsjeblieft. Alsjeblieft, meneer. Zo. Holy shit. Oké, die is down, gelukkig. Hij gaf me toch best wel een paar goede hits. En dat had ik eigenlijk niet verwacht, als ik eerlijk ben. Maar ja, weet je, hij is down en daar gaat het om. We krijgen nu onze kit en dat is hartstikke chill. En ik ga nu achter hem aan. Volgens mij is dat echt een hele goede speler. Ja, lekkere no-cheat. Oh my god, hij heeft een Iron Body gekregen uit de chest. Meneer, mag ik die lenen van jou? Gewoon eventjes aantrekken en dan gewoon eventjes naar de kledingwinkel toe. Ja. Hij mag het wel. Ja. Mensen, we hebben van hem mochten we even iets Iron Body lenen, want dat helpt ons echt heel erg. Dus we hebben een Iron Body van hem en dat is toch wat chill. We hebben hem goed geleend, we hebben een goede deal gemaakt, dus dat is helemaal goed. Kan ik jou killen? En de no-cheat ook. Okay. Jij mag ook even doorgaan gaan kijken, zoals de vorige aflevering. Jij mag ook even doorgaan gaan kijken. Ja, dat mag allemaal. Erg hoor. Ik kijk jouw video's. Dikke shout-out naar jou, iDragons. Als ik het goed uitspreek. Ja, gewoon een dikke shout-out naar jou. Maar ik ga wel proberen van jou te winnen als je het niet erg vindt. Ja. Neem me niet af te kwalijk. succes, ik wil deathmatch. Succes, good luck. Ik heb helaas geen stone sword als het is. Dat is best wel jammer. Wel een boog, daar kunnen we wel een combo mee geven. Een boog combo en dat is hartstikke oké. Ik ben hartstikke oké. Ja, die zetten we zo neer. Dit is de seal tactiek. Dit heb ik bij seal gezien. Dus als je hier op deze zit en dan kan je gelijk switchen naar die. En dat is gewoon hartstikke chill. Ik hoop dat ik van hun kunnen winnen. Ik hoop het gewoon. En neer kan ik jou killen alsjeblieft. Oké, we hebben dit potje gewonnen. Het was wel een beetje clean-achtig iets. Met 5 kills en een win natuurlijk. Dikke shout-out naar iDragons. En ik heb hem hier 41 en hier 57% gehit. Dus dat is niet echt clean-achtig iets. Dus nee. Dus ik bedank jullie voor het kijken, gasten. En zoals jullie hier zien... Oh, kats, Maxi. Jullie kunnen misschien afvragen, Ekkie, voor welke kit ga je? Ik ga voor de X-kit of de Night-kit. Dus laat ook even in de reacties achter... welke level 10 kit ik moet gaan kopen. Het duurt nog wel even, maar het komt er langzaam komt het eraan. En dan is het natuurlijk ook wel heel erg lekker om te grinden met de level 10 kit. Dus dat komt er allemaal aan. En dan bedank ik jullie voor het kijken, gasten. En laat ook even in de reactie achter nou, serie-ideeën. Want dat ben ik, ja, ik ben een beetje ideeloos. Dus laat alsjeblieft ook lekker een serie-idee achter in de comments van Minecraft. En dan zie ik misschien wel jouw comment uit. Om te gaan doen. En dan zie ik jullie bij een gloednieuwe video. Later, gasten.